aangekomen en echt alles is duiken. Scuba diving. Hi. Oké, we hebben misschien een beetje te hard gebudget. Ik zal even een tour geven van de kamer. Op zich, zo ziet het er best schattig uit en netjes. Het is gewoon echt een vierkante kamer. Geen airco. Het is de badkamer. Ja, het is letterlijk 5 euro per nacht, dus we blijven 2 nachtjes, dus prima. We gaan nu even kijken of we een duikschool kunnen vinden waar Wouter nog zijn open water kan gaan halen deze 5 dagen. Alvast de keer passen. Alleen Wouters schouders zijn echt super verbrand, dus gaat een beetje pijn doen, denk ik. Goedemorgen. Ik heb niet zo goed geslapen vannacht. Zonder airco is wel echt heftig. Ik ben nu onderweg naar hier, want ik ga al duiken. Het is 6:30. Wouter gaat pas om 11 uur hoeft hij er bij de duikschool te zijn. Want dan gaat hij theorie leren en in het zwembad oefenen en zo. Dus we zien elkaar vandaag niet echt. Pas vanavond weer. Maar ik heb er zin in. Iedereen komt hier dus om te duiken en met de boot weg te gaan. Dus er ligt echt 10 verschillende boten. Zo misselijk op de boot. Wouter gaat nu les krijgen in het zwembad. Ik ben bij mij gegaan. Ik was dus aan het vertellen vanmorgen dat het duik was echt super mooi. Heel mooi koraal was er en ik heb nu murenes gezien. Het was echt heel erg leuk. Alleen op de boot was ik echt super misselijk. Ik zei ook tegen de instructeur van de school, maar ik denk dat ik zo meteen die tweede duik niet meer kan doen. Hij zei, jawel, als je in het water komt, dan gaat die misselijkheid wel weg. En hij had gelijk. Die boot was gewoon het probleem. Maar het was verder wel heel erg leuk. Ik vond na een week lang thuis eten wel weer tijd voor een pasta. Ik heb net gesport. Wat echt top was, want ik was airco. Nu heb ik alles ingepakt, want ik moet om 11 uur uitchecken. Het is echt 10:50. Bij dit hostel en dan ga ik door naar het volgende hotel. Wouter is de hele dag op de duikschool, dus die brengt zijn spullen later. En ik heb dus een scooter gehuurd, dus ik neem mijn rugzak op de scooter naar het andere hotel. En ik ben nog even aan het opladen voor de gym. Vaarwel, prachtige badkamer. Ga je zeker niet missen. Deze vlog is echt alleen maar ik die drankjes probeer. Sticky rice. Ze hebben drie verschillende kleurtjes erbij gedaan. Ik ga nu hoge rijst eten. Helemaal lekker. Ik snap wel dat mensen lekker vinden. Zat je vol? Ja. Gewoon die hele zak chips. Die we 3 minuten geleden hebben gekocht. Opgegeten. Exposed.
Goedemorgen. Het is 6:15 nu. We gaan voor het eerst samen duiken. Yeah. Ik ben gisteren verbrand. What's new? We kwamen van die achterste boot en toen zijn we overgestapt. Je bent door alle boten bij Tokas en dan kom je op de pier. Het is hier echt zo mooi. Hoe dan? Mijn haar is echt gemaakt voor de deur. Het komt gewoon tot leven. Kijk dan, want het is in Nederland nooit. Ik ben letterlijk op de scooter gestapt na het zwemmen hier naartoe gereden en dat is dit. Niks curly hair routine. Zij dit in Nederland niet zien? Ja, niet. Nee, hoor ik niet. In Nederland is het pluizig. Eigenlijk wil ik wel dat hij van me afgaat. Hij springt. My goodness. Waar is die? Ik ga een keer de papaya salad proberen. Die staat overal op menu. En Wouter is een kipburger. Echt. Echt weer zoveel kip. Dat is niet normaal. Hè? We goed zijn onze outfit. Color coordinate. Another night, another cocktail. Lekker. Heel zoet. Ja, heel zoet. Lekker veel pitjes. Goed gekeurd. Morgen. We gaan even ontbijten ergens en dan sporten, as you can see. Want we hebben nog een hele volle dag hier. Koto. Alleen een probleempje, want ik was de eerste dag op Copacabana in koraal gaan staan. Of ja, gewoon op dood koraal. Maar ja, ik had gewoon een paar wondjes in mijn voeten, het deed even pijn. Maar het doet nog steeds pijn. En het wordt eigenlijk steeds erger. Ik kan eigenlijk niet zo goed op boven mijn voet staan. Dus dan moet ik een keer naar de dokter. Ik heb weer een matcha besteld. Het is lang geleden. Ik zou niet voelen eerst, zou gewoon heen gaan.
Oh my god. Het is echt ijs. Het is echt 0 graden. Dus je schouders zo doen. Gelijk gaan. Zitten met de korrel. Je voeten doen pijn, hè? Arm. Nieuwe dag, nieuwe bikini. Heerlijk. De UV is vandaag 11. Echt mega hoog. Dus ik moet heel voorzichtig zijn, maar ik ben helemaal ingesmeerd en we liggen zo half-half. Net lekker gesport. We hebben er eigenlijk de meeste dagen echt niet de tijd voor. En ik ga er dan ook niet tijd vrij voor maken om dingen niet te doen, om wel te gaan sporten, zeg maar. Maar, goed verhaal. Maar ik ga best wel lang weg zijn van huis en ik merk wel na anderhalve week dat ik mis het wel om gewoon lekker te bewegen. En we maken er ook echt gewoonte van om elke avond cocktails te drinken en echt... Ik drink heel veel cola en zo in frisdrank, dat doe ik thuis niet. Dus ik weet niet, ik denk dat het best wel hard gaat. En het voelt gewoon lekker om te sporten. Dus als het kan, dan ga ik het doen. Ik heb een broodje mozzarella. Bij dit plekje, hier komen we echt heel vaak voor ontbijt en lunch. Heerlijk! Proberen, want er zijn echt hele leuke vissen in het water die ik wel wil filmen, maar dit kan mijn laatste beeld zijn. Oké, het strandje was niet echt een succes, maar van bovenaf is het wel echt prachtig. Ik had niet gedacht dat ik een chihuahua puppy zo schattig zou vinden. Hij is echt zo klein, dat is mijn hand. We gaan nu naar een sunset viewpoint. Zin in. Yes. I don't know where it is. Oké. Okay. Ik zou wel op het einde kunnen wonen. Lekker duiken en schieter worden. Vandaag was onze laatste ochtend op Koh Tao. We gaan zo met de ferry naar het vasteland weer. En dan met de bus
naar Bangkok. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.